We zijn hier vanmiddag te gast voor het opnemen van onze allereerste tuinvlog in de serie van nog een heleboel die hierna komen. En we mogen dat vandaag doen bij Jannie Meeuwissen, die een prachtige tuin heeft, hobby tuinieren, en dat is te zien. En de meeste mensen zullen Jannie wel kennen. Zij is bestuurslid van Provinciaal Bestuur Noord-Brabant. Jannie, de vraag, wat wil je vandaag allemaal aan ons laten zien en wat wil je vertellen? Nou, ik zou alles willen laten zien, maar dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Wordt het te lang. Vandaag heb ik een bloem gekozen, de Latyrus. Dat is echt mijn lievelingsbloem. Eigenlijk zijn alle bloemen mijn lievelingsbloemen. Maar de Latyrus vind ik echt mooi om te schikken. En ook als een presentje aan iemand te geven die ziek is. En het neemt niet veel plek in. En ik wil je laten zien hoe ik dat schik. En de Latyrus wordt in april gezaaid. En dan wordt geoogst, zo kan je hem al snijden in juni. En hij moet elke dag mooi de verse bloemen snijden, kan je hem tot september houden. En dan worden het pultjes en die moet je drogen en die kan je pellen. En dan kan je de zaadjes bewaren tot volgend jaar. En ja, het is ook duurzaam, hè. Dan heb je volgend jaar weer eigen zaad. Dat is ook altijd heel leuk. En het komt dan weer op en dat is zo mooi van tuinieren. En dan laat ik je zien hoe ik die creatie maak. Ik heb gewoon lege flesjes bewaard. Kun je ook altijd meenemen naar iemand anders. Dan is het handig als je op bezoek gaat. Dan hoeven ze allemaal geen vaas meer te zoeken. En ja, doe ik zo naar lengte toe. Het zijn gewoon allemaal hartstikke leuke dingen. Gewoon heel simpel. En een houten schijf van een boom gezaagd hier. Heeft een man gedaan. Nou, wat wil je nog meer? Ja, en als je geen houten schijf hebt en een handige man, dan neem je het ding door. Ja, zeker. Met hele simpele dingen kun je ontzettend leuke cadeautjes maken. Ja, inderdaad. Ja. Nou, en de artichokken, ook een hele mooie plant. In Spanje wordt die gegeten, maar ik gebruik hem gewoon als decoratie en in Nederland het meeste, denk ik. Ik heb hier al een creatie gemaakt van de pluktuin. Een aantal. De kleuren moeten nog komen in de pluktuin. En hier heb je de zinnias, dat is ook een heel dankbaar bloemetje altijd. En die kan je gewoon zo schikken voor de kleuren in te krijgen. Ik zie dat je ook een artisjok erbij hebt zitten. Ja, ook altijd heel leuk. En lampionnetjes? Ja, lampionnetjes. Floksen ga ik erin doen. Monnikskap, ook heel leuk. Ook al is die uitgebloeid, die mooie knopjes, gewoon hartstikke leuk. Ja, je kunt eigenlijk gewoon van alles erin houden. Het hele jaar door kun je plukken. Ja, en dat is ook leuk. Je begint in de winter al eigenlijk, in het voorjaar al met de forsythia tot de chrysanthemum toe. En ik wil jullie graag verrassen tot bij de volgende vlog weer. Dankjewel Jannie, je hebt ons een heleboel wijzer gemaakt, leuke uitleg gegeven en we komen graag een keer bij je terug om andere hele mooie dingen in de tuin te zien. Dankjewel voor nu en ik hoop dat het jullie inspireert om ook een heleboel leuke vlogs te maken. Dank jullie wel.